welkom. Hier is Karin weer. Leuk dat je kijkt naar mijn filmpje. Heb je ook zo'n zin in de herfst? Lekker koude ochtenden, de bossen die lekker kleurrijk worden en nou, zo'n knusse sfeer in huis. Ik hou ervan. En ik vind het helemaal niet erg dat het een beetje koeler wordt. Dus vandaag is mijn eerste filmpje waar ik een project laat zien om het huis een beetje herfstig te decoreren. Het is een klein do-it-yourself of creatief project waar ik schilderijtjes maak op plankjes die ik in de kringloop gevonden heb. Dus op de ene kant is het een kringloop, upcycle of gewoon een creatief project. Ik post iedere week een filmpje over kringloop upcycle, kringloop shoplogs, interieurstyling, do-it-yourself projecten, noem maar op. Alles wat hiermee te maken heeft. Als je dit leuk vindt, vergeet niet een abonnementje te nemen. Dan mis je geen filmpje en je helpt mij deze platform op te bouwen. En jullie te inspireren met nieuwe content. Dus ik laat je even zien hoe ik gewerkt heb en wat ik allemaal gebruikt heb daarvoor. Eén momentje, ik draai de camera in mijn atelier. Hier heb ik dan mijn camera of mijn telefoon op zitten om te filmen. En het is een lekker rommeltje zoals je ziet. Nou, wat heb je nodig voor zo'n project? Je hebt canvas nodig of van die houten plankjes. Ik heb deze gebruikt, die laat ik je zo zien in een foto. En om te schilderen gebruik ik, je kan van alles gebruiken, maar ik gebruik krijtverf. Dit zijn testers van de Gamma, die kosten €2,90 volgens mij. Je kan ook deze kleurtesters voor muurverf gebruiken, die zijn ook helemaal prima. De kleuren zijn heel dekkend en lekker, dus dat is fijn. Je moet wel opletten, alles wat een beetje geel of rood tint is, dekt minder goed dan groen of blauw tinten. Dus wat ik belangrijk vind als ik dit soort eenvoudige schilderijen maak, is dat de kleuren echt heel puur zijn. En ik ben dus altijd bezig na iedere wisselen van kleur om de kwast goed schoon te maken en het water schoonmaken. Want anders heb je altijd restjes van okergeel of oranje of weet ik veel wat ertussen. En vind ik het iets minder leuk. Dus het is een beetje extra werk, want je moet een paar keer heen en weer gaan. Maar het is wel de moeite waard. Het is opengemaakt van de krijtverfmonsters die ik heb. Oeps. He, van okergeel, groen. Dit is eigenlijk een soort roze, grijs, nog meer verschillende groentinten en roze. En deze is heel donkergrijs. Dus hiermee ga ik werken. En ik heb nog wat monstertjes van muurverf. Die kan je hier ook voor gebruiken. Deze is heel oranje. Dus voor de herfst misschien best wel leuk. En deze is ook redelijk okergeel. Is ook prima. Hij is denk ik iets minder heftig dan deze kleur hier. Vervolgens ga ik in een beige doen en dan met een groen eroverheen als een vormpje. Maar eerst gaan we de basis schilderen. Eerste deel, alle lijstjes heb ik geschilderd. De lijst is wit geschilderd en hebben een gekleurd binnenvak. Ze moeten nu nog drogen en die twee okergele moet ik nog een tweede keer overheen. Want je ziet, die dekt niet helemaal goed. Maar de andere kleurtjes, die zijn wel prima. Nou, zodra ze droog zijn, kan ik hier beginnen met leuke motiefjes in te schilderen. Thank you.
dit is voorlopig het eindresultaat. Dit zijn alle schilderijtjes die ik gemaakt heb bij elkaar. En ik ga ze ook bij elkaar ophangen. Dat laat ik je zo dadelijk zien. Ik ben eigenlijk heel blij hoe het geworden is. Ze zijn heel eenvoudig. Qua stijl, het is geen hoge kunst. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want ik ga die niet eeuwig ophangen. Dus het is, ik vind het goed gelukt. Lekker warme kleurtjes, allemaal herfstthema's. Zo, dit is het voorlopig. Ik moest even puzzelen met het decoreren van de plankjes. Maar ik vind het wel een leuke opstelling. Hoe het er nu is. Wat vind jij?